Ja, begint zo meteen om 17:45 beginnen we hier in Mielder met de traditionele Sint Maartenviering. We hebben hier zo meteen even een kleine korte bijeenkomst bij de speelplaats. En vervolgens zullen we in een lampionnenoptocht naar de locatie van de trotshoop lopen in gezamenlijk. We hebben Sint Maarten bij ons, dat begint aardig op leeftijd te geraken. Het helaas ook zijn eigen peert moeten verkopen, zeg maar. Daardoor was hij eigenlijk niet meer in staat om, althans hij durfde niet om een vreemd peert, voor een groep kinderen te gaan lopen. Hij zei, ik moet dat peert dan zo goed kennen. En dat in een korte tijd wend dat peert niet aan mij, ik niet aan de peert. Laat staan aan de kinderen die achter ons lopen. Dus vandaar dat hij niet meer op een peert, dat Sint Maarten niet meer op een peert durfde met te lopen. En toen hebben we voor dit alternatief gekozen, een houten peert. Dat maakt dus als organisatie ook wat flexibeler in het vragen van een nieuwe Sint Maarten. Dat hoeft dan niet echt peert te kunnen rijden. Nou, een echt peert is natuurlijk leuker. Ook origineler, maar ik ben inmiddels 78 jaar. Ik heb geen eigen peert meer. Om op deze leeftijd nog op een vreemd peert te gaan rijden en het avontuur aan te gaan, dat vind ik eigenlijk nogal wat gewacht. Dus nou ja, ze hebben een houten peert aangeschaft en dat vind ik een heel geschikt alternatief. Nou, ik vind het leuk. Ik vind het leuk om te doen. Er is ook echt veel belangstelling voor. We hebben best wel nogal wat animo bij de kinderen, maar ook ouderen komen best nogal veel met. Zoals Sint Maarten al zei, gaan we zo meteen in de lampionnenoptocht richting Trotshoop. De fakkel, is ze er zelf gemaakt, Rens? Nee. Is ze er gekocht? Ja, ik wou hem eigenlijk wel zelf gaan maken, maar daar had ik geen tijd meer voor. Geen tijd? Nee. Oh, je hebt een heel druk leven natuurlijk, ja. Hè? Nou, nee, mijn moeder heeft hem gekocht. Eigenlijk hoort er een echt kaarsje in en je hebt er een lampje in, hè? Ja, weet ik. Dit is wel natuurlijk wel wat veiliger, of niet? Ja. Want anders gaat het in de fik. Ze moet niet lachen. Nee, we gaan met de kinderen met, hè. Die gaan zingen en wij gaan een beetje kijken of ze goed binnenhalen. Ze hebben rokjes aan, gaat op zitten, Maarten aan. En dan als je jullie muugt, dan gaat je toch even de kroeg in of nee, een pils gepakt, hè? Dat heb je eigenlijk dan wel verdiend, ja. Ja, vind ik ook. Dat vind ik wel, ja. Dan zingen we ook een liedje. Dat is allemaal leuk. Nee, geen liedje.